We bevinden ons hier in de cleanroom. Je ziet dat ik een speciaal pak aan heb. Dat komt eigenlijk omdat de lucht hier enorm zuiver is. In de gewone omgevingslucht zit er eigenlijk enorm veel kleine stofdeeltjes. En wij geven eigenlijk ook kleine stofdeeltjes af. En om de omgeving te beschermen moeten wij zo'n pak aan hebben. Daarboven is het ook zo dat de lucht dus eerst gefilterd wordt, maar dat er hier ook een soort airflow heerst die alle resterende deeltjes naar beneden duwt. En dat er een soort circulatie wordt gecreëerd om de lucht hier heel zuiver te houden. Daarboven zien we ook bijvoorbeeld dat de kamer geel licht, dat er hier vooral geel licht is. En dat komt omdat wij voornamelijk met UV-gevoelige materialen werken. We gebruiken die om bepaalde patronen te creëren op onze samples. En natuurlijk willen we zo dat we enkel UV-licht gebruiken wanneer we het willen. Daardoor moeten we de kamer filteren van het UV-licht. En als we het blauw wegfilteren, blijft enkel het gele licht over.